Joop Roens, kersvers Vlaams parlementslid voor CD&V en burgemeester van het mooie Kinrooi. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb de voorbije 10 jaar het voorrecht gehad om al in Brussel te mogen werken op het kabinet van minister Van Deurzen. Zeg maar achter de schermen heel wat belangrijke dossiers voor onze regio, voor Limburg, meehelpen mogen verwezenlijken. En ja, het was toch een grote uitdaging altijd al. Ik heb al verschillende verkiezingen deelgenomen om uiteindelijk ook voor de schermen te mogen werken, eigenlijk vanuit het parlement zeg maar, te mogen wegen op dossiers en zaken te kunnen in beweging zetten voor Limburg. Ik denk aan de ontsluiting van Limburg, het beter onderwijs, aanbod en dat soort zaken. Dus ja, om uiteindelijk echt die politieke verantwoordelijkheid te mogen nemen in het parlement. En ook daar gestaag aan die weg getimmerd, zeg maar. Dus de vorige keer tweede opvolger geweest, al een keer derde opvolger. En nu lag het in de lijn dat ik dan ook eerste opvolger mocht zijn. En dan vol mijn kans gegaan om te wegen voor Limburg en alle Limburgers. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ja, dat was toch wel een heel bijzondere dag, 26 mei. Dat verheel ik niet. Toen die eerste resultaten binnenkwamen, die waren dus niet echt veel belovend of hoopgevend. In tegendeel, eerlijk gezegd. Ja, en dan begint het spel te spelen van de kopstemmen, zeg maar. Jo van Deurzen was als uitredend minister die afscheidnemende lijstduwer. Dus ik was eigenlijk wel afhankelijk van zijn stemmenaantal. En we hadden in Limburg met CD&V toch wel een heel sterke ploeg gehoopt op minstens behoud. En zie je gaandeweg dat er dat met 3 zetels worden. En dat bleek dat Jo die derde zetel zou kunnen binnenhalen. Maar het heeft toch geduurd tot middernacht, alvorens we daar zeker over waren. En dan heb je toch wel een dubbel gevoel. Enerzijds ben je toch uiteraard blij, tevreden en trots dat je die kans kunt nemen. Maar tegelijk was er ook wel weinig plaats voor de grote euforie natuurlijk, omdat we het collectief in Vlaanderen niet goed gedaan hebben. Hè. Daar moeten we heel duidelijk in zijn. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, ik denk wel dat als ik mag terugkijken op de weg die we hebben afgelegd de voorbije jaren, hebben we daar gestaag aan gewerkt, zoals ik al gezegd heb, dan voelt het wel aan als het resultaat van jaren hard werken, dat nu voor een stuk beloond wordt door die kans te krijgen, ook in het parlement. Collectief zijn er natuurlijk voor ons als partij heel wat uitdagingen. Moeten we grondig stilstaan bij dat resultaat en ons de vraag stellen van hoe dicht je daar weer de kloof die er toch wel is. En die analyse die wordt nu gemaakt. Dus het is een dubbel gevoel. Enerzijds trots dat ik het mag opnemen, dat mandaat, die kans krijg. Maar naast de andere kant natuurlijk is er de teleurstelling over het collectief verlies. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, toch wel hoog gespannen. In die zin dat ik voor mezelf wel de lat heel hoog leg. Ik combineer het met een lokaal mandaat, ook heel, heel bewust. Ik heb de voorbije jaren dat ook altijd gecombineerd. En natuurlijk zit je hier in het Vlaams parlement voor alle Vlamingen. Maar ga je natuurlijk in het bijzonder ook kijken naar de regio en de uitdagingen. Want daar word je door gedreven elke dag opnieuw. En ja, die zijn toch nog altijd vrij groot voor Limburg. Ik denk onder andere aan het nieuwe structuurplan dat we voor Vlaanderen moeten uittekenen, het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hoe gaan we om met de open ruimte in Limburg? Welke ontwikkelingskansen liggen daar nog voor wonen, voor industrie, in relatie tot de open ruimte, natuur, landbouw? Dat moet allemaal mooi in evenwicht gebracht worden met een betere ontsluiting, dat toch wel cruciaal is voor alle Limburgers. Het debat is er nog maar net geweest rond de Mobi-score, die toch wel nogmaals duidt op de problematiek in onze regio. Dus dat is iets wat heel veel aandacht zal verdienen de komende jaren hier in het parlement, waar wij ook volop wil storten. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik ben sinds 2012 burgemeester van Kinrooi. Ik heb dat de voorbije 6 jaar gecombineerd met een job op het kabinet halftijds. Dat vergt natuurlijk heel wat tijdsinvesteringen. Dat zijn weken van 80 uren. Ik ga dat op dezelfde manier doen vanuit het parlement. Dat vergt veel tijd en energie, zonder meer. En het gezin leidt daar wel af en toe onder, dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. Maar toch blijft dat een heel bewuste keuze, omdat je ook wel ziet dat je
ja, als je met de voeten in het vel staat als burgemeester, dan sta je heel dicht bij de mensen. Dat is ook iets wat ik altijd gedaan heb en zal blijven doen. Dan voel je ook wat er leeft. Nog veel beter, denk ik vaak, dan wanneer je dat niet doet. Daar is natuurlijk wat discussie over. Het is niet dat je natuurlijk alleen in het parlement zit, dat je dan niet weet wat er leeft. Maar om te sturen en te wegen op beleid, dagelijks, is het toch zo dat je zo'n lokaal mandaat daarvoor heel wat zaken oppikt en die dan naar het parlement kunnen komen ter verbetering. Ik denk onder andere aan het gemeentefonds, de wijze waarop het geld onder de gemeentes verdeeld is. We zien vandaag hoe dat heel veel geld naar de grote steden staat en in verhouding relatief weinig naar het platteland. Ja, al die beleidsthema's die door de praktijkervaring op lokaal niveau ga je toch nog anders ervaren. Kan je nog meer op gaan wegen, denk ik, om die te veranderen. Ja. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Ja, die impact is vrij groot, hè. Daar moet je eerlijk in zijn. Hè. Maar ik vind ook dat voor een stuk, noem het maar een stuk een roeping, dat is een keuze die je ook maakt samen met je gezin. Hè. De komende 5 jaar ga je daar volledig op storten, zeker in relatie ook met die lokaal mandaat. Maar ik zeg ook altijd, ik heb 3 kinderen, ik maak uiteraard een vrouw. En ik maak uiteraard ruimte in mijn agenda in functie van het gezin ook. Hè. Dus zoals je een vergadering plant, beroepshalve plannen we ook wel momenten in de agenda die we vastprikken om activiteiten met gezin door te brengen. Ik ben een enorme supporter van mijn zoon als voetballer bijvoorbeeld, dus er zullen weinig voetbalwedstrijden zijn die ik mis. Bij wijze van voorbeeld of optredens van de dochters. Dat zijn toch wel momenten die we koesteren en die zeker plaats moeten maken ook voor andere, soms professionele activiteiten. Ja. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ja, dat is natuurlijk een te verwachte vraag. Maar ik ga me daar natuurlijk niet laten verleiden om hier vandaag al meteen heel, heel concrete cijferdoelstellingen naar voren te schuiven of dergelijke. Ik denk dat de kiezer die op Jo Bruins gestemd heeft, weet dat ik mij voor 300% zal smijten in mijn werk. Er zal zijn, letterlijk en figuurlijk. En ik hoop natuurlijk wel mijn steen te kunnen bijdragen aan een nog beter Limburg voor alle Limburgers. Concreet is dat voor mij een bereikbaarder Limburg. Dus waar wel degelijk goed ontsloten regio's zijn, waar openbaar vervoer beter is dan vandaag. Waar een stuk welvaart kan behouden worden, voldoende jobs te blijven behouden. Bijzonder in het Maasland, denk ik dan. Waar ontwikkelingskansen blijven voor elke gemeente. We moeten ook in functie van het grotere doel, een beter klimaat op deze wereld, moeten we anders omgaan met de ruimte, hoe we die vandaag inrichten. Maar dat betekent wel dat we op maat van elke gemeente moeten nadenken van waar zijn de ontwikkelingskansen, waar liggen die op vlak van economie, op vlak van wonen. Dat zijn heel grote uitdagingen waar ik de komende jaren mee vorm aan wil geven, het parlement. Dus als we dan op het einde van de legislatuur met het beleidsplan Ruimte Vlaanderen kunnen uitpakken dat ook goed is voor Limburg, goed wil zeggen waar ontwikkelingskansen zijn voor alle steden en gemeenten, en we nog sneller en vlotter tot een Brussel geraken, minder files tot een Brussel en de hoofdsteden, dan denk ik dat ik daar enorm fier op mag zijn als we daar een steentje toe hebben kunnen bijdragen. En dat is uiteindelijk ook het grote doel.